De titel van mijn column is 6 oktober. Afgelopen week was ik met mijn vrouw in Boedapest. We gingen op bezoek bij onze zoon die daar sinds een paar weken woont en werkt. Zeven jaar geleden bezochten we Boedapest ook al. Wie de laatste zeven jaar niet meer in Nijmegen is geweest, herkent de stad op veel plaatsen niet meer. Dat is met Boedapest niet anders. Ik kan het nooit laten om met mijn stedelijke ontwikkelingsbril door een stad te lopen. En de verschillen met zeven jaar geleden zijn opvallend. Hijskranen draaien volop, gebouwen zijn prachtig gerestaureerd. En overal staan borden dat dit mede mogelijk is gemaakt door Europese financiële steun. Orbán heeft daar geen boodschap aan. Meer kan ik er op deze plek niet over zeggen. Ik ben geen meester G.J.B. Hilterman. Ouderen onder u herinneren zich hem nog wel. Hij besprak in zijn wekelijks radioprogramma de toestand in de wereld. In de wereld van Studio de Streek moet ik mij beperken tot Nijmegen en directe omgeving. Dat is al toestand genoeg. Boedapest deed me vaak aan Nijmegen denken. De Donau die net als de Waal dwars door de stad gaat. Een groot eiland midden in de rivier, door prachtige bruggen verbonden met beide oevers. Honigachtige complexen die tijdelijk in gebruik zijn voor allerlei creatieve doeleinden. Rood geschilderde fietspaden verschijnen er ook. En in de binnenstad mag er in eenrichtingsverkeerstraten door fietsers in twee richtingen gefietst worden. Ongetwijfeld zijn verkeersdeskundigen van Boedapest vorig jaar tijdens het congres VeloCity in Nijmegen in de ringstraten enthousiast geworden over deze uitvinding. S'avonds zaten we een keer te eten op een terrasje in de 6e Oktoberstraat in het uitgaanscentrum van Boedapest, qua breedte te vergelijken met de stikke Hezelstraat. Aan beide zijden van de straat tafeltjes met stoelen, en een smalle strook met klinkertjes daartussenin. Mooi om te flaneren, dacht ik. Misgedacht. Om de tien minuten kwam de bus voorbij, lijn 15. Niks elektrisch of op aardgas. Ouderwetse diesel en dat pal langs de tafeltjes met etende gasten. Restauranteigenaren willen lijn 15 al heel lang uit de straat hebben. Op de een of andere manier krijgen ze dat bij de lokale politiek niet voor elkaar. Ook Boedapest heeft een burgstraatcomplex. Het is me wat met routes van bussen. Af en toe bekeek ik op internet het nieuws uit Nijmegen en omgeving. Glimlachend las ik het bericht dat bewoners van de Aldehof een actiegroep hebben opgericht met de prachtige titel: Rettike Tet naar Hatert en ZwZ. Dit omdat er geen rechtstreekse busverbinding meer is vanuit de Aldehof met Hatert en het CWZ. Pure poëzie op een terras in de zon. Mijn dag kon niet meer stuk. De gemeente gaat er echter niet meer over, dus naar de provincie om te protesteren. Ik heb niet kunnen lezen of ze met de bus zijn gegaan. Al dat gerette ketet zal weinig soelaas bieden. Routes van bussen zijn hardnekkig. Vraag maar aan de Burgstraat in Nijmegen en de straat van de 6e oktober in Boedapest.